Dinsdagmiddag gaf Suzanne Crummens een atletiekkliniek voor 75 basisschoolkinderen in het kader van de mini Zevenheuvelenloop. Met verschillende oefeningen werden de kinderen voorbereid op de loop. De middag begon met een warming-up en uiteindelijk gingen de kinderen met Crummens naar de Kuil in Heumensoord om daar spelletjes te spelen en te trainen. Suzanne Crummens komt uit Nijmegen en deed al vaker mee met de Zevenheuvelenloop. Haar enthousiasme voor de sport deelt ze graag met de kinderen. Het is natuurlijk leuk om zo'n hele grote groep met kinderen een kliniek te geven voor de mini Zevenheuvelenloop. Het is eigenlijk een beetje een manier om een enthousiast te maken voor de mini Zevenheuvelenloop. Maar ik weet ook zelf van vroeger dat ik echt wel atleten had waar ik tegenop keek, zoals Marco Koerst bijvoorbeeld. En als hij dan een kliniek gaf, dan luister je echt naar ieder woord wat hij zei. En je wilde gewoon alles van hem leren om ook zelf een goede hardloper te worden. Dus ik denk wel dat het heel belangrijk is dat ik dit soort dingen doe en echt met de kinderen ook gewoon direct contact heb. Het is belangrijk dat kinderen beweging krijgen en daarom geeft Crummens deze clinics. Zelf is ze ook begonnen bij de mini Zevenheuvelenloop. Ja, ik heb zelf de Zevenheuvelenloop natuurlijk gewonnen, maar ik ben zelf ook begonnen bij de mini Zevenheuvelenloop. En dat was echt alweer lang geleden. In 1995 liep ik daar zelf voor het eerst als 9-jarige mee. En daarom ben ik eigenlijk toen bij het talententeam van Team Zevenheuvelen terechtgekomen. En ja, daarom ben ik eigenlijk nu professioneel atleet. Dus dat is eigenlijk wel een soort van domino effect waarmee het eigenlijk met de mini Zevenheuvelenloop dus begonnen is. Directeur van de Zevenheuvelenloop, Alexander van der Velde, vertelt waarom deze kliniek zo belangrijk is. Nou, allereerst vinden we het belangrijk dat we kinderen op jonge leeftijd in aanraking laten komen met de hardloopsport. Met als doel daarachter dat bewegen is gezond. En we vinden het gewoon fijn om ons daarvoor in te zetten. We hebben vlak voor de Zevenheuvelennacht hebben wij een mini Zevenheuvelenloop. En we vinden het gewoon leuk om kinderen daar de gelegenheid te geven om mee te doen. En ook dezelfde ervaring te hebben als volwassenen. En om daar een aanloop naartoe te nemen, organiseren we deze kliniek samen met Suzanne. Voor Van der Velde is het vooral belangrijk dat de kinderen lol krijgen in atletiek. Nou, kijk, op deze leeftijd is het vooral belangrijk dat kinderen gewoon lol hebben in bewegen. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En wij organiseren hardloopwedstrijden, dus wij laten ze kennis maken met hardlopen.